Oh ja, en Simon, is dat je echte naam of je artiestennaam? Ik heet gewoon Simon. Ik dacht zelf, maar je moet me even aangeven wat jij vindt. Nikker Simon. Nick heeft toch al een Simon? Ja, nee, je begrijpt het niet. Kijk, jij heet Simon. Ik heet Simon, ja. Ja, en je bent een... Zanger. Nee, je bent een... Nigger? Ja, en dan zeggen we dus... Alsjeblieft. Nikker. Nikker Simon. Nee, nikker, dat kan niet. Dat is... Beledigend? Nee, joh, dat is... Maak je daar nou maar niet door. Ik denk dat dat heel goed valt. Juist omdat het zo lekker etsy is. Nee, dit is racistisch. Nee, helemaal niet. Dat speelt toch allemaal helemaal niet meer, joh. Ik zit toch ook met jou aan een tafel. En in Amerika hebben ze toch ook een nikker als president. Hé, hey, jij wilt toch een eigen huisie? Toch? Nikker Simon, een neger met een palingzand. Dat is toch goed? Als we dit goed aanpakken, dan kunnen we zelfs internationaal gaan. In het Nederlands? Nee, ja, dat komt al later. Als je hier nou even gewoon even tekent. Oh, vrut, vrut. Deze moet ik even nemen, is de makelaar. Teken even. Ja, hé. Hey. Nee, ik zit... Nou, wat een toeval. Ik zit net met hem aan tafel. Hij is razend enthousiast. Even tekenen. Ja, 3 kamers. Voor hem alleen. Voor jou alleen 3 kamers. Even tekenen. Ja, nee, heel... Tenzij jij niet wil natuurlijk. Als je niet wil... Het is jouw carrière. Frank, het gaat over. Hij wil het niet. Hij wil geen eigen huis. Hij wil... Oh, hij wil wel. Ja. Hou hem voor ons vast. Zo, precies. En daar nog even... Daar nog even tekenen. Ja, hartstikke goed. Kijk, en dan heb ik dit voor je. Hé, leer dat maar alvast eens uit je hoofd. Heb je een iPod of een iPad of iets met een i? Nee. Nou, hier, deze mag je dan houden. Is een van de nieuwste, is dit. En dat is nog maar het begin. Ik moet er vandoor. Ik heb misschien volgende week al een optreden voor je. Die neem ik even mee, hè. Ik heb er maar 2, dus... Nikke Simon,